Mijn naam is Eddie Fitz, ik ben 53 jaar en ik woon in Zeeland. Ik ben op jonge leeftijd geëmigreerd en ik ben daar eigenlijk gelijk gaan werken. Op latere leeftijd ben ik dan terug geëmigreerd. Toen ben ik in de logistiek terechtgekomen, maar ik heb eigenlijk nooit geen scholing meer gedaan. En toen ben ik werkeloos geworden. Mijn naam is Ans Vleugel en ik ben werkzaam bij SVRZ. We kregen van Eddie een sollicitatie binnen. Hij begon eigenlijk al, ja, maar ik heb geen diploma's, ik heb geen middelbare school afgemaakt. Maar goed, wij hebben de mogelijkheid voor een capaciteitentest, dus we kunnen onderzoeken of die opleiding, of dat haalbaar is. Daar scoorde die gewoon ruim voldoende op, dus dat niveau 3, dat was geen probleem. In principe ga je een opleiding doen van 3 jaar, wat inhoudt dat je 3 jaar lang 4 dagen werkt in de week en 1 dag in de week naar school gaat. Aan het eind van de 3 jaar, ja, dan zal ik een diploma hebben voor verzorgende IG. En dan heb ik een baangarantie, sowieso bij SVRZ. Daar ja. Ben ik heel dankbaar voor. Op het moment werk ik met mensen met dementie. En ja, ik vind het geweldig. Het is gewoon een grote vriendelijke reus. Hij is geduldig, hij doet het hartstikke goed met de cliënten. Als ik nu zie met Eddie hoe een gemotiveerde medewerker we erbij hebben. Nou, zo wil ik er nog wel 10. Ik heb eigenlijk spijt van dat ik het niet eerder heb gedaan. Ik had het eigenlijk sowieso 3 jaar geleden moeten doen, maar ik kan er wel 7 jaar bij, denk ik.